Hoe is die gaan vandaag? Ik moet je één ding bekennen. Ja. Ik ben zeer verrast door de opkomst en de reacties van de mensen op straat over de Living Statues. Ja. Ik dacht, ik kom met een concept voor het eerste keer in Amersfoort. En we gaan het realiseren en we gaan het kijken. Nou, ik kom ogen en oren tekort. Hoe de klein, mensen, grote mensen, volwassen mensen, maakt me niet uit, verrast waren. En de interactie tussen die twee. En staan te staan en te kijken. Geweldig. Het is een schot in de roos. Ja, maar ik heb gehoord, wat ik heb gezien, was ook allemaal heel mooi. Ze waren ook heel mooi. Hoe heb je die gevonden? Nou ja, ik wist hier van goed kijken, studeren, overleggen, zoeken. Aangezien dat ik uit Amersfoort kom, ik ken een beetje Amersfoort. Ik weet dat ik ken de publiek van Amersfoort, ik ken het centrum van Amersfoort. Gewoon overleggen, dan moet je voor elke wat wils neerzetten. En dat was een beetje een stukje historie, een stukje beroemdheden, acteurs, een stukje sprookjes als Rode Kapje. Ga maar door. Dat moet je van alles een klein beetje neerzetten. Om een beetje het publiek te kunnen triggeren en prikkelen om naar te kijken. En dat is eigenlijk het verhaal. Zo moeilijk is het niet, maar even doordenken, denk ik. Volgend jaar weer? Alleen wat ik gezien heb, los van het publiek, maar ook de ondernemers, die vonden het zo geweldig. Dan zeggen ze, eindelijk hebben we iets die ons aanspreekt. Ik kan niet nee zeggen. Uiteraard wordt voor mij lastig gemaakt om gewoon volgend jaar weer de Living Statues te gaan realiseren. Maar dan hopelijk wat groter. En wat...